Professor Smalhout wordt op 3 juni in een politiecel opgesloten nadat de politie verboden wapens vindt in een huis in Volendam. Daar wonen de ouders van de schoonzoon van Smalhout. De schoonzoon wordt aangehouden en zegt de wapens bewaard te hebben voor zijn schoonvader. Die ontkent alles. Na 14 dagen cel heeft de rechtbank Smalhouts schoonzoon vanmiddag vrijgelaten. Vandaag is er een zitting geweest, rechtbank Den Haag. Daar heeft het Openbaar Ministerie gevraagd om mijn cliënt langer vast te houden. De rechtbank heeft geoordeeld dat er geen reden is mijn cliënt nog langer vast te houden. En daarom is hij nu vrij. De schoonzoon van Smalhout is volgens een advocaat erg aangeslagen door het hele gebeuren. Hij is door allerlei publicaties in de Telegraaf, in de Nieuwe Revue, op de televisie, is hij natuurlijk in een heel vreemd daglicht gesteld. Terwijl uiteindelijk, als we kijken naar wat de rechtbank daar vandaag over heeft besloten en wat gewoon het hele verhaal nu behelst, hebben we het hier over een uit de hand gelopen wapenverzameling. En daar zal uiteindelijk een rechter nog wat van vinden, maar zo heet als de soep werd opgediend in de Telegraaf, zo wordt die nooit meer gegeten. Smalhouts schoonzoon bewaarde de wapens eerst in België, waar de wapenwet minder streng is. Maar hij durfde ze volgens een advocaat niet meer terug te geven aan Smalhout, omdat het contact slecht was na een ruzie over geld. Hun relatie is door de hele zaak alleen maar slechter geworden. Ik geloof dat ze op het moment zelfs niet spreken. De rechtbank begint nu een onderzoek naar de herkomst van de verboden wapens. De advocaat van Smalhout was vandaag niet bereikbaar voor commentaar.